Was het leuk? Kijken of de jury het ook leuk vond. Was dat spandoek trouwens voor jullie gemaakt? Zag ik dat goed? Ja? Mag ik nog even kijken? Ik kan het niet lezen. Oh, kijk. Hup, hup, emote. Nou, super. Dat wordt je goed aangemoedigd. Doen we even een paar stappen naar voren. Gaan we even vragen wat de jury ervan vindt. Sylvia, mag ik jou het woord geven? Ik ben zo blij, want ik zie dan bij dansgroepen zie je heel vaak dat er dan vijf zijn die echt volop staan te dansen met big smiles. En er staan er dan wat achter die hun concentratie verliezen, die wat gaan rommelen. Jullie waren allemaal egaal, allemaal presentatie, lach. Daar moest het naartoe en daar kwam het ook. Ik vond het echt geweldig. Echt helemaal goed gedaan. Jij mag ook een applaus komen. Dat heeft ook met spanning te maken, dat je de spanning in je lijf houdt. Hè. Dat is, je mag eigenlijk nooit een totale ontspanning hebben. Dat is ook een fout die vaak bij dansers gemaakt wordt, dat ze halverwege die spanning kwijtraken. Bij jullie de energie en de spanning volledig aanwezig, de hele dans door. Mijn complimenten daarvoor. Compliment ook voor Mariska, voor de choreografie, want dat is van jouw hand. Ik heb een gegeven moment nog wat moeite, want die lift die ging ook geweldig. Ik geef van Mariska dat ze... Ja, dat zou eventueel moeilijk worden, want er was iemand niet of het moest veranderd worden. Er was iets mee. Niks van gemerkt. Prachtig gedaan. Mijn grote complimenten. Wil ik er ook nog iets over kwijt? Ja, dames, jullie weten wat ik van jullie vind. Ik vind jullie fantastisch. En ja, jullie zeggen gewoon, jullie komen op het podium en helpen lachen. En jullie staan gewoon en jullie komen gewoon met de attitude. Oké, wij gaan hier even dansen en jullie gaan nu allemaal naar ons kijken. Nou, dat is gelukt. Super, meiden, super. Een groot applaus voor Emote.